Tom Haaien, een teleurstellende avond hier in Amsterdam. Een hele matige eerste helft misschien wel. Een verbetering in de tweede helft. Kun jij de vinger op de zere plek leggen? Nou, de tweede helft was ook matig hoor. Maar ja, ik weet niet, ik kan nu niet meteen zeggen waar het aan lag. Alleen het is wel een feit dat we niet in de wedstrijd gezeten hebben, denk ik. Niet in de wedstrijd gezeten. Ja, wat voor gevoel overheerst er dan na afloop? Nou ja, twee dingen eigenlijk. Ik denk als je kijkt naar de andere resultaten, dan baal je enorm, denk ik. En aan de andere kant ben je ook weer opgelucht, want als je zo'n wedstrijd op de mat legt, waarbij je gewoon goed wegkomt met een gelijkspel en geen verder achterstand oploopt, dan mogen we daar denk ik nog blij mee zijn. Krijg je in het veld iets mee van de tussenstand op de andere velden? Nou, niet echt eigenlijk. We wisten aan het einde wel dat de Graafschap echt ver achter stond. Maar ja, dat probeer je nog een beetje alles of niets. Maar ik denk dat we ook niet eens echt gevaarlijk zijn geworden op het einde. Dus meer verdienen we ook niet eigenlijk. Je staat er verslagen bij. Er zijn nog 7 wedstrijden, maar je doet alsof de hele strijd al verloren is, joh. Nee, het is logisch na zo'n wedstrijd dat het gewoon even kut is. Kijk, je zit er ook even doorheen. Het is niet gegaan zoals ik wou. Ik heb zelf ook geen goede wedstrijd gespeeld. Dus dat is gewoon kut. Dus daarom sta ik hier zo. Alleen, wat ik zeg, dan is het positieve. Of het positieve, het is niet positief, maar... Wat je kan meenemen is dat de achterstand niet groter is geworden en dat je vrij snel weer een wedstrijd hebt. Dus voor nu is het even kut, dus vandaar dat ik er zo bij sta. Alleen morgenochtend gaat die knop natuurlijk alweer om en moeten we gewoon door naar de volgende wedstrijd. Je zei het voor jezelf, was het ook een lastige wedstrijd. Wat maakte het een lastige wedstrijd? Wat we niet goed opgelost hebben is denk ik dat Ajax, dat ze heel veel goede voetballers, maar allemaal zonder echte spits. Iedereen kwam het middenveld in, dus ik denk dat ze soms bijna met 6-7 middenvelders speelden. En daar kregen we geen goed grip op. En er was de eerste instantie man volgen, maar als mensen man volgen en andere mensen weer uitzakken en je geeft niet goed over en er wordt niet doorgestapt of niet goed overgeven wat ik net zeg, dan krijg je er geen druk op. En de tweede helft kregen we wel wat meer druk, alleen niet dat we daar echt kans uit creëren. En zie hoe die dan tegenvalt? Ja, aan de ene kant zeg maar hoe die uiteindelijk binnenvalt is heel erg zuur. Alleen ik denk wel, volgens mij stappen we met z'n allen door. Komt daar een duel, hebben we volgens mij nog het overtal. Dus ik denk dat we het moment daarvoor daar beter kunnen oplossen. Waardoor zeg maar, die voorzet ook niet komt uiteindelijk. Dus dat is dan misschien nog een punt waar we naar moeten kijken. En wat ik zeg, ook überhaupt over het algemeen was het gewoon niet goed. Wat ik zei, ik ook niet. En we moeten snel weer door, maandag weer een wedstrijd. En we staan er nog helemaal bij. Dus wat dat betreft moeten we gewoon weer gasten. Kop op en maandag volle bak 3 punten. Ja, dat is wel de bedoeling.